Mijn beste ondernemers, ik ben blij dat jullie naar deze video kijken, zoals altijd. Misschien ben je al in het proces van een onderneming op te starten. Misschien heb je al een merk, misschien ben je al aan het verkopen. Ik weet niet in welke fase dat je zit. Maar in elk geval, vandaag wil ik het hebben over merkregistratie. Het is iets wat je sowieso zal moeten doen op korte en lange termijn. Merkregistratie laat toe om jouw merk te beschermen. Dus dat niemand anders jouw merk zou kunnen gaan gebruiken. En in deze video wil ik het hebben over het creëren, het aanvragen van een merkregistratie via BOIP. Dat is ook een van de vereisten die Bol vraagt om een merk te mogen gebruiken. Dus als je een productlisting, een product opzet op Bol en je geeft aan dat daar een merk bij hoort, dan is het belangrijk dat dat merk geregistreerd is. Anders zal Bol, indien ze erachter komen, indien een andere verkoper hier melding over maakt, zal die vragen aan jou om jouw product om te zetten naar een merkloos product. En dat willen we niet. We willen een merk creëren, we willen dat merk bouwen. Dus merkregistratie is een must. En dit wil ik tonen, of ik wil jullie tonen hoe je dit doet aan de hand van een paar eenvoudige stappen. Ik neem jullie mee. Goed, we zitten nu op de website van BOIP. Dat is waar we ons merk gaan registreren. Het is belangrijk dat je eerst en vooral een account aanmaakt. Dat ga ik niet tonen in deze video, want het is een vrij eenvoudig proces. Het is een kwestie van hier op registreren te klikken, je bedrijfsnaam aan te geven, alle informatie in te vullen en dan heb je een account. Dan gaan we naar MyBOIP eerst en vooral. En dan kom je op jouw dashboard. Ik heb de taal hier op Nederlands staan. En uiteindelijk gaan we dan op merk registreren klikken. Vooraleer we dat doen, ga ik even naar Bol. Aan de hand van een voorbeeld uitleggen hoe je merk registreert. Omdat ik zelf geen merk hoef te registreren op dit moment. En we gaan dit doen aan de hand van een typisch voorbeeld. Namelijk het voorbeeld dat ik heel vaak aanhaal. Een hangmat. Om maar te schetsen, we veronderstellen dat we uiteindelijk een hangmat gaan verkopen. Dus we gaan even kijken naar een merk dat in die branche of in die niche zich bevindt. Dus als je weet, een merk, of misschien niet weet, je kan een merk registreren in verschillende klasses. En die klasses bepalen waarin of in welke categorie jouw product zich bevindt of het product dat je wil gaan verkopen zich bevindt. Zo heb je algemene merken. Een paar voorbeelden zijn AA Commerce, TechTake. Enfin, er zijn voldoende voorbeelden van grote merken die in heel wat verschillende categorieën en niches verkopen. Nu, in deze video, het voorbeeld dat ik jullie ga tonen is voor een merk dat in een beperkt aantal klassen geregistreerd is. Dus ik ga eerst even zoeken naar een goed voorbeeld van een merk. Dus ik ga even hier op Bol scrollen, een paar merken gaan opzoeken in BOIP en kijken in welke klassen dat die geregistreerd staan. Dus ik ga hier eerst even kijken naar Relax Days. Ik weet dat dat een vrij groot merk is, dus waarschijnlijk is dat al geen goed voorbeeld. Wat we doen is dan, wanneer we een merk willen zoeken op BOIP, gaan we naar boip.int en dan klikken we op merken, merk zoeken en dan klikken we hier op Relax Days. We klikken op zoeken en dan zie je hier een paar voorbeelden. Ik kijk meestal, best ga je even door alle merken en dan wordt doorverwezen naar de European Union Intellectual Property Office, omdat dat een Europees geregistreerd merk is. Dus je weet al dat dat waarschijnlijk door iemand in het buitenland geregistreerd is. Hier zie je dan alle niches, alle classificaties, alle klassen in welke dat merk geregistreerd is. Je kan al zien, dit is meer dan 3 klassen, dus het is al sowieso een vrij breed en groot merk. En dat ga ik niet tonen in dit voorbeeld. Moest je een groot merk, wil je vanaf dag 1 een merk registreren waarin dat je zoveel mogelijk, waarin jouw gamma aan producten zo breed mogelijk kan zijn, dan raad ik jou aan om eventueel diezelfde klassen te gaan gebruiken. Maar ik zoek nog even verder. Vanaf dat ik een voorbeeld heb gevonden, leek het jullie uit.
Oké, goed. Dus ik heb even wat zitten zoeken en ik heb uiteindelijk een merk gevonden, namelijk Tropilex. Dat leek een vrij specifiek of nichegericht merk. Dat ben ik dan gaan zoeken, dus via merken zoeken op BOIP. Ik heb dan op Tropilex hier geklikt en dan kom ik op weer die Europese site. Ik had gehoopt het te kunnen uitleggen aan de hand van een Belgisch-Nederlands merk, maar uiteindelijk is het heel analoog, want je kan zien welke niches hier geregistreerd staan, of onder welke klassen die, dat merk geregistreerd staat. Dus dit zijn de vier klassen voor welke het merk geregistreerd staat. Ik ga dit ineens naar het Nederlands, op Nederlands zetten, als dat hier mogelijk is. Ja, NL. Dus, dit zijn de klassen. Dat is het belangrijkste deel van, van de merkregistratie, is aangeven binnen welke klassen en voor welke termen je het merk wilt registreren. Dus dit gaan we als referentie gebruiken. Ik wil erbij zien, dat is hoe dat ik mijn merk heb geregistreerd. Ik weet dat er heel wat mensen zouden aanraden om een advocaat of een jurist of iemand die er echt wel wat van kent aan te nemen om dit in orde te brengen, maar het is perfect mogelijk om het zelf te doen. Dus voor een merkregistratie suggereer ik om te kijken naar een ander merk dat reeds geregistreerd staat, kijken naar de klassen en dit gewoon over te nemen. Dus je moet wel zeker zijn dat je volledig in diezelfde niche zit. Dus in dit geval, we kunnen eens kijken naar de klassen. We zien hier touw, bindgarens, netten. Dit lijkt mij zo heel tuinaccessoire gericht, dus dat is al sowieso een goede klasse. Er zijn ook bepaalde klassen die wat meer op het diensten- en marketinggedeelte focussen, maar dat zou ik achterwege laten. Er zijn ook al heel wat discussies over geweest, is het nu nodig of niet. Er zijn ook heel wat posts daarover in de Bol Academy groep, heb ik onlangs gezien. Dus ik raad aan om dat eens, misschien eens door te nemen of eens naar die post te gaan kijken. Maar die reclame, als je enkel een klasse registreert waarin een dergelijke klasse over services of marketing, dan wil dat zeggen, dan ben je niet volledig beschermd. En daarom raad ik ook aan om echt wel de klassen aan te duiden waarin je daadwerkelijk producten aanduidt. Dit gaat over services, over marketing en dergelijke. Ze hebben ook een klasse geregistreerd over de behandeling van materiaal. Dat is in ons geval zeker niet nodig. Hier ook verhuren, dat is ook niet nodig. Dus je kan eventueel andere klasses erbij nemen. Dus dat is dat. Dan gaan we terug naar het dashboard. We gaan klikken op merk registreren. Dus dat was op BOIP in jouw dashboard. Klik je op merk registreren. We kiezen taal Nederlands. Je kan eventueel de video eens doornemen, maar ik heb deze al doorgenomen en het is vrij eenvoudig. Dan klik je op start. Ik wil geen eigen referentie, want het is een nieuw merk. Dan is het belangrijk dat je al een logo hebt. Dat moet je al hebben op het moment dat je gaat registreren. Dus voor jouw merk ga je ofwel zelf een logo maken of je laat het maken door iemand op Fiverr. Link naar Fiverr vind je in de videobeschrijving. Voor 5 à 10 euro heb je al een heel eenvoudig logo. Maar onthoud, dat logo kan in principe niet veranderd worden achteraf. Dus zie dat je vanaf dag 1 een mooi logo hebt dat je wil gebruiken op lange termijn. Ook wil ik jullie zeggen van een merkregistratie, dus een merk, de kosten, je ziet hier ook al meteen, de basiskost is 244 euro. Dat is een minimumkost. Je kan dan nog 2 extra klassen toevoegen voor, denk ik, 20 of 30 euro per klasse. En daarna, na de derde klasse, wordt het ineens een pak duurder. Dus in mijn geval heb ik mij beperkt tot 3 klassen en dat was meer dan voldoende. Ik wil ook meer focussen op een nichemerk. Maar als je een algemeen merk wilt, dan is het wel belangrijk dat je ook andere klassen aanduidt. En dan zal de kost ook wel groter zijn. Dan ga je klikken op beeldmerk met woordelementen. Dan kan je ook je logo verwerken in die merkregistratie. Ofwel kan je voor woordmerk gaan, maar dan wordt je logo, als je daar een brandmerk zou hebben, eventueel wordt dat niet meer verwerkt in de merkregistratie. Dus in mijn geval had ik een logo met een mooi brandmerk, zoals met de initialen van de merknaam. Dus dan heb ik beeldmerk met woordelementen gekozen. Dan kies je het bestand. Bestand, dat is het bestand van het logo. Dus dat is het logo dat werd aangeleverd door jouw ontwerper. Of als je het zelf hebt gemaakt, dan upload je het direct van jouw mapje. Woordelement van het merk. Ik ga nu hier een fictief voorbeeld nemen. Laten we nu zeggen dat het merk gewoon
hangmatten gigant, waarschijnlijk bestaat dit al. Dus hangmatten gigant. Dan ga je jouw logo uploaden. Ik ga hier nu gewoon een willekeurig bestand op mijn computer kiezen. Dit. Klaar. Dat is nu gewoon een random voorbeeld. Maar natuurlijk ga je hier jouw logo kiezen. Dan klik onderscheidende elementen. Ja, dat is als je... In principe is dit niet van toepassing. Maar dat is als je inderdaad specifieke kenmerken hebt in jouw logo dat je wil aanduiden of wil duidelijk maken naar BOIP toe dat die wel degelijk onderscheidend zijn. Dan klikken we op volgende. Je kan dit ook op elk moment opslagen en later verder doen. Depotnummer, dat is in het geval dat je al een merk geregistreerd had, dan kan je hier dit nummer invullen en worden ineens alle correcte klassen ingeladen. Dus dat is als je een nieuw merk registreert of een merkregistratie wilt updaten door een nieuwe merkregistratie te doen. Want je kan, het is belangrijk, je kan op geen enkel moment je merkregistratie of de klasse wijzigen. Dus eenmaal dat je de merkregistratie hebt gedaan, is het done, kan je in principe niets veranderen buiten een paar details. Maar je kan de klasse bijvoorbeeld niet veranderen. Dus als je dan op een bepaald moment kiest om er een extra klasse bij te pakken, moet je een volledig nieuwe merkregistratie houden. Maar wij gaan dit hier handmatig invoeren. We gaan zoeken. Dus dit zijn eigenlijk alle klassen. Dus dit omvat alle mogelijke producten of diensten die je kan gaan verkopen. Dat zijn een paar duizenden, tienduizenden items. En wat je gaat doen, is eigenlijk alle relevante termen kiezen. Dit is heel intensief werk, of het vraagt veel tijd om alle termen correct in te vullen. Maar je kan als referentie dus deze gebruiken. Dus we hebben al klasse 22 sowieso. Dus ik ga even naar klasse 22. Je moet ook in die klassen de specifieke termen aanduiden. Manueel, dus je kan niet zomaar ineens alles uploaden. Klasse 22. En dan ga je eigenlijk... dit zijn alle subcategorieën. Je gaat hier één per één alle termen afgaan. En je gaat zien... Je gaat bepalen of dat die relevant zijn voor jouw merk. Dus denk op lange termijn. Denk aan de producten die je nog wilt uitbrengen. Want dit bepaalt de termen gelinkt aan de producten die je op termijn gaat gaan verkopen. Dus acrylvezels. Ik denk dat het hier vrij beperkt is, maar je kan al sowieso alle termen die je hier ziet staan proberen te zoeken en aan te duiden. Dus ga alles af. Duid aan wat relevant is voor jouw merk. Ik ga je nu willekeurig een paar zaken aanduiden. Dus het vraagt veel tijd, het is veel werk, maar je doet het eenmalig en dan ben je goed voor een paar jaar. 10 jaar denk ik, of 20 jaar zelfs, ik weet het niet van buiten. Dus ik ga gewoon een paar termen aanduiden. Dus je ziet dan ook hoeveel termen je hebt aangeduid en hoeveel klassen. Ik ga dan ook daarnaast nog... ik ga het houden bij één klasse. Maar dus, zoals ik eerder zei, het is belangrijk dat je... Top 3 klassen is het eigenlijk nog vrij redelijk van prijs. Dus dan ga je rond de €300 zitten, als ik mij niet vergis. Ik ga hier gewoon puur voor het voorbeeld één klasse met 5 termen aanduiden. Dus je kunt ook zien... Dus hier zie je het subtotaal van wat het jou gaat kosten. Laten we zien, we gaan hier nog iets toevoegen met klasse 23. Dus dat is een nieuwe klasse. Ik ga gewoon hier willekeurig iets toevoegen. Dat is een extra klasse en je ziet, de prijs wordt verhoogd met, ik geloof, ongeveer €27, als ik me niet vergis. €27, dus dat is voor een extra klasse. Laten we nog een klasse toevoegen en dan weten we ineens hoeveel dit zal kosten. Dus ga door alle klassen heen ook. Kijk eens wat er relevante klassen zijn. Ik zou ook willen zeggen, neem ook een ander merk als referentie. Een ander merk dat zich rond dezelfde niche als jezelf focust. Dan heb je een extra referentie die je kan gaan gebruiken voor de termen die je wilt aanduiden. En dan wordt het €352. Dus 3 klassen, €352. Je kan zoveel termen per klasse aanduiden als je wilt. Dus je zou in principe bijna alle termen kunnen aanduiden. Maar dat is natuurlijk extreem veel werk. En dat is het eigenlijk. Dan klik je op volgende. En dan gaan ze vragen om... Ja, spoedinschrijving, nog heel belangrijk.
spoedinschrijving. Ik heb zelf geen spoedinschrijving gedaan. En ik raad het eigenlijk ook af. Een spoedinschrijving, als je op ja klikt, je gaat zien, daar komt €300 bij. Dan kan je jouw merk na een paar dagen al gaan gebruiken. Tussen ons gezwegen, ik vind het niet nodig en je kan prima je een paar dagen na de registratie via de niet-spoedinschrijving is je merk al zichtbaar in BOIP en dat vind ik persoonlijk voldoende om het al te gaan gebruiken op Bol of Amazon. Dus ik raad de spoedinschrijving af. Je kan het doen als je het wil, als je echt zekerheid wilt, maar in principe ben je op dat vlak al voldoende beschermd. Ik ga het niet te expliciet of te hard vermelden, maar ik raad het in elk geval af. Goed, dus heeft u in de afgelopen 6 maanden voor hetzelfde merk een aanvraag gedaan? Nee, dan klikken we gewoon op volgende en dan gaan ze jouw informatie, je gegevens invullen en dan betalen en dan is het eigenlijk zover, dan heb je je merk geregistreerd. Zonder spoedinschrijving zal het een paar maanden duren. Er is ook een oppositietermijn waarbij dat andere merken eventueel een klacht kunnen indienen dat jouw merk te veel bij dat van hen aanleunt. Dan zou er mogelijk wijziging moeten gebeuren, maar dat zal BOIP dan jou dan laten weten. Ik zou willen zeggen, het is een eenvoudig proces. Het vraagt gewoon heel veel tijd. Duid de juiste termen aan. Neem jouw tijd er ook voor, want het kost veel geld. En als je een fout maakt, is het een dure grap. Maar maak je niet te veel zorgen. Duid ongeveer 3 klassen aan. En dan zit je eigenlijk echt wel goed. Dus ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Nu weet je hoe dat je een merk moet registreren. Dat is al een enorme stap. Als je wat hebt gehad aan deze video, geef zeker een like. Vergeet je niet te abonneren. Deel het kanaal met al je vrienden, alle kennissen en vrienden en familieleden die ook die ondernemerskriebels hebben en die iets willen ondernemen op het vlak van e-commerce of wat dan ook. Ik denk nog altijd dat het een super interessante piste is in de digitale wereld van vandaag. En dan zie ik jullie eigenlijk heel, heel graag terug in de volgende video. Wat ik ook nog wou zeggen, word lid van de Facebook community, want alle vragen worden daar beantwoord. Er zijn al enorm veel vragen gesteld, dus je kan de zoekfunctie gebruiken om te zien of dat er andere leden dezelfde vraag al hebben gehad als jij. Je mag ook gerust vragen stellen in de commentaar onder de video of mij een mailtje sturen of een privébericht via Messenger. Dan hoor ik het heel graag. En dan zie ik jullie super graag terug in de volgende video. Er komt nog enorm veel goede content aan. Tot de volgende!